Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik terug zo'n 82 passing SBC gedaan. En ja, 82 plus passing. En ja, ik heb hier weer voor jullie gedaan. Dus het is een 82 plus passing speelspakket opening. En dan gaan we dan mijn team update even doen. En ja. Wij zitten dus in het pakketje. En het pakketje staat hier dus voor mij klaar. En ja, we gaan het gewoon open doen. We zullen wel zien wie dat we eruit krijgen. Het pakketje is geopend. En het is een borden. Spaans, LVV. Angelino. Komt niet in mijn team. Dus. Ja, nee, dat komt dus niet in mijn team. En ja, we gaan wel nog eens het preview pakket doen. Misschien krijgen we daar een zieke walkout uit. Ook niks. Dan krijgen we alleen maar Kampel uit. Gaan we dus niet openen. En ja, Avila, Younes, Soriano. Nee, daar krijgen we niks uit. En ja, we gaan nu dus de selectie-update doen. Team-update nummer 3. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Buiten, ja. Dus op goal zijn nog altijd Alisson. Twee centrale verdedigers zijn nog altijd Ruben Diaz en Emerick Laporte. Op de linksachter staat nog altijd Robertson. Maar ik heb die teruggehaald. Ik had daar eerst João Cancelo terug neergezet, omdat in mijn Robertson in een rage had verkocht. Dan zat er nog altijd Trent, dat ik verhandelbaar heb. Sancho, die heb ik ook verhandelbaar heb gekocht. Lukaku, die heb ik eigenlijk een tradeable had gepakt. Ook uit een shitpack, geloof ik. De Bruyne, die we dan in de video hadden gepakt. Dan ja, we pakken Kevin De Bruyne. Eerst had hij tradeable, nu een tradeable. Dus ja, zondag nog altijd een tradeable hebben. Vardy, dat we nog altijd een tradable hebben. En in plaats van Bruno op CM, heb ik Bruno op spits gezet. Dus ja, Bruno, Fernandes staat nu op de spits bij mij. Die speelt eigenlijk wel decent, dus bij mij op de spits. Dan heb ik nog altijd mijn bank en nog altijd Courtois. In plaats van op het veld staat nu Pogba op de bank. Bernardo Silva staat op de bank. Sterling is ook een nieuwe aankoop, denk ik. Ik denk niet dat ik dat in video heb laten zien. Dus Sterling is een aankoop geweest. Lloris had ik ook in de video van Kevin De Bruyne ingeleverd in SBC. Die hebben teruggehaald voor 20k. Goulashy, die hebben een tradable gepakt. Müller, ik weet niet of FIFA een tradable gepakt. Dan Lautaro op de bank. Oh nee, op de reservelijst. De Ricardo Pereira die ik eigenlijk terug mag verkopen. Want ja, Trent had dan een rode kaart. Ik heb Ricardo Pereira gehaald voor Trent te vervangen. En dan staan nog altijd Tonali, Kruijs en Diop. Dus ja. In mijn club is er ook niet veel veranderd buiten Hakimi dat ik ooit dat ik gepakt had uit zo'n pack. Grealish dat ik ook gepakt had. Ergens. Angelino daar dus. En Rodrigo dat ik ook gepakt had uit zo'n pack. Dus ja. En dan heb ik nog allemaal shit silvers en. Maar die kunnen wel iets waard zijn. Dus ik ga die gewoon naar de transferlijst sturen. Misschien dat die wel iets waard zijn. Misschien ook niet. Het kan altijd dat die iets waard zijn. Dus. Maar dat zie ik wel na de video. Je moet vooral beginnen traden met zilvers. Soms kan een zilver meer waard zijn dan je denkt. En die zijn allemaal. Die is tradable.
Die is tradable. Pace, zilver met pace, dus ja. Untradable. Untradable. Tradable. Tradable, young boys. Dat is altijd wel decent. Zien die als tradable? Tradable. 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 En tradable. Dus die gaan we eigenlijk dan verkopen. Ik ga die straks na de video verkopen. Dus als de video opgenomen is, ga ik die sowieso verkopen. Dit was eigenlijk mijn pack opening dat ik weer heb gedaan van weer die 82 plus SBC. Misschien ga ik die binnenkort nog eens doen in een andere video. En ja, jullie zien dat ik nu meer met die 82 plus bezig ben dan ik. En dat is eigenlijk weer een SBC dat ik kan doen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is altijd Dylan. En ja, blijf zeker kijken. Want 31 augustus komt, 31 augustus, nee, 31 december, eind van deze maand dus. Ja, het is dus, ik begin nu dan in november voor december op te nemen. Dus eind deze maand komt er een chique video online. De 31 december komt er echt een goede video online. En zal maar zeker kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Altijd Dylan. En tot de volgende video ben ik je boy Altijd Dylan maar weer. Joejoe!